Hoi, wat leuk dat je er bent. De eerste fase van het decemberalbum gaat beginnen. En dat is in dit geval het maken van de voorkant van mijn album. Ik ga jullie helemaal meenemen in het proces, dus ik heb er niks uitgeknipt. Vanaf het moment dat ik mijn papieren pak om het allemaal te gaan uitzoeken, tot het moment dat mijn album volledig af is, de voorkant dan, ga ik jullie meenemen in het proces. De eerste stap die je hier ziet is dat ik eigenlijk even door al mijn papieren heen ga en bekijk welke papieren ik eventueel op mijn voorkant zou willen. En die leg ik hier aan de zijkant, die zie je aan de linkerkant liggen. Niet alles wat hier ligt ga ik gebruiken, er komen ook nog dingen bij, dus dat is altijd wel grappig van dit proces, vind ik zelf. Dat ik daar eigenlijk nog helemaal geen idee bij heb. Je ziet me ook schuiven, nog nieuwe papieren pakken. En dat is juist wat ik wilde laten zien. Het is niet zomaar bedacht. Ik had ook van tevoren niet echt iets bedacht. Ik heb wel alles gezien, want ik heb alles uitgezocht. Ik heb van alle papieren de strips afgesneden. Mijn bak is gevuld, zoals je ziet hier op beeld. Maar dat was het. Dus hier had ik het vel gevonden met het beertje erop. Die heb ik hier liggen en nu ga ik eigenlijk even door mijn kaartjes heen om te bekijken of ik daar misschien een soort beginpunt kan vinden. Ik vind het altijd wel leuk dat je op de voorkant van het album wel een beetje terug gaat zien hoe ook de binnenkant van het album eruit ziet. Dus dat is wat ik eigenlijk nu aan het doen ben. Ik vind hier ook mijn charm in mijn bak en ik denk, god, dat is wel leuk om die misschien ook op de voorkant te gebruiken. Dus dat zie je me hier al een beetje uitzoeken. En ik kies uiteindelijk voor dit beertje. En ik wil natuurlijk heel graag een van mijn doilies gebruiken die ik uit Amerika heb. En hier zie je me dan eigenlijk starten. Dus hier zie je me al wat laagjes op elkaar neerleggen. Om te bekijken van, goh, is dit iets wat bij elkaar zou kunnen passen? En ja, dat doet het zeker. Dus dat zwart, dat leek me wat, maar toen draaide ik hem om. En toen kwam het dubbe. En ik ga toch voor degene met het groenhoedje. Ik vind hem toch gewoon, eigenlijk vind ik dat groen leuker dan het rood. Dus snel besloten. In dat opzicht ben ik daar ook best makkelijk in. Net als dat ik gewoon nu al mijn nieuwe vellen ook gewoon ga aansnijden. Ik weet dat dat voor sommige mensen ook lastig is om gewoon maar te gaan snijden in al je papieren. Maar het liefst wil ik gewoon dat alles opkomt. Dus ik kan wel heel veel gaan bewaren omdat ik hem zo mooi vind. Maar waar bewaar ik hem dan voor? En juist de voorkant van je album is ook vaak hetgene wat je neerzet in huis. Dus wat zien mensen het eerste? Die voorkant. Dus in dat opzicht vind ik ook, gebruik gewoon wat je mooi vindt en wat bij elkaar past. Ik had al wel bedacht dat ik van dit vel dat beertje sowieso in mijn album wilde. Dus dat kaartje snij ik hier op 4x6. En vervolgens bedenk ik me dat ik hem eigenlijk net zo goed meteen door kan snijden. Want dan heb ik gewoon twee 4x6 kaartjes. En daar zit toevallig aan de achterkant een heel leuk kaartje met dennenbomen. Met het groen, wat ook weer in die muts van dat beertje zit. Dus dit wordt eigenlijk mijn eerste basis. En hier zie je me een beetje schuiven, de doily natuurlijk. Wil ik daar nog iets onder? Nee, dan valt die doily volledig weg. En ik wil juist dat die opvalt op de pagina, dus dat je hem kan zien. Hier vind ik die hoek, oh, dat zie je me nu ook aanwijzen, zit ik tegen mezelf te vertellen dat ik die hoek niet mooi vind. Dus dat ik daar eigenlijk nog iets voor moet bedenken. Misschien een ander velletje ertussen, maar dat wordt al helemaal niet mooi. Dit sterretjespapier gaat het overigens ook niet halen. Ik wil hem hier heel graag gebruiken, maar het gaat hem niet worden. En dan ga ik eigenlijk gewoon een beetje schuiven, zodat je eigenlijk de ondergrond van de doily niet meer ziet. Hier begin ik even te meten hoe groot het is. Ik had het aan het begin ook gedaan van het filmpje, door te kijken hoeveel mijn album kon zijn. Dat kan in de hoogte maximaal 9 zijn en in de breedte maximaal 8. Dus hier heb ik mijn lichtblauwe cardstock eerst op 6 inch gesneden. Omdat ik dan de andere helft ook nog weer kan gebruiken in mijn album. En daarna zie je me vervolgens de breedte op 7 inch maken. En nu ga ik daar inschuiven. Deze had ik ook gepakt. Dit een beetje bruin goud. Ja, ik weet niet hoe je het moet noemen. Bruine tint papier.
Het lijkt me wel leuk als dat zo uitsteekt, maar ik wil eigenlijk nog wel ook een stukje van dat blauwe kartstok blijven zien. Dus dat zie je me hier meten en een beetje steeds zo aan de onderkant kijken. Hoeveel ik moet afsnijden om hem dan goed te hebben. Dus daar komt weer mijn snijapparaat tevoorschijn. Ik zie dat die af en toe niet zo scherp is. Dat is nog wel iets om te onthouden. Aangezien ik natuurlijk nu met die nieuwe filmopstelling aan het filmen ben, zie ik dat die focus niet altijd, of die focus, is niet echt goed Nederlands, dat de focus niet altijd op de goede plek ligt. Hier had ik gewoon gekeken op welk woord, tot welk woordje ik hem wilde hebben en leg ik het neer. Dus eigenlijk bouw ik nu, ja, eigenlijk gewoon mijn lagen op. Dit draad had ik op de Creadoo gekocht. Dus dat vind ik eigenlijk wel leuk om daar die charm dan aan te hangen. Zodat die charm niet gewoon maar in het luchtledig hangt, maar dat die ook ergens aan zit. En toen had ik nog dit vel met die huisjes. En toen dacht ik eerst, oh, maar dat is veel te druk. Dus hier zie je hem een beetje schuiven. Wil ik dit? Wil ik dit niet? Hoe ga ik het dan neerleggen? Ja, toch wel leuk. En dan denk ik, nee, doe maar niet die huisjes. Zie je met me wegschuiven en dan denk ik, oh, het mist. Ik moet hem toch hebben. Het wordt echt zo, het geeft, ja, ondanks dat het een heel druk papiertje is, maakt het het wel echt af. En zie je me hier kijken met die grijze tint van mijn album. Hoe ziet dat er dan uit? En past dat dan? Dat ga ik nu zitten meten. Ja, dat past. Dus dat is echt heel fijn. Nog even verder meten, om zeker te weten dat het echt gaat passen. En dan pak ik mijn snijapparaat erbij. En dan doe ik iets heel doms. Want ik snij hier de breedte op 9 en de lengte op 8. Maar mijn album is niet een breedte album, mijn album is een lengte album. Dus hier zie je dat ik mijn album heb gedraaid omdat het niet past en dat ik zit te meten. En ik zie dat het niet zo heel goed in beeld is. Nou, nu wel. Het past niet. Dus nu steekt eigenlijk mijn bruine stuk uit. En dat vind ik eigenlijk zo erg nog niet. Dus ik ga gewoon mijn huisjesvel iets smaller snijden. Ik snijd er 1 inch af. En daarmee is het eigenlijk opgelost. En nu, ik heb hier natuurlijk naast mij het album gewoon liggen zoals hij nu is geworden. En ben ik er eigenlijk juist wel heel blij mee dat ik het missneden heb. Want daardoor heb ik van het bruine stuk, eigenlijk ziet dat er nu juist heel leuk uit. Dus ik ben eigenlijk wel heel tevreden. Hier zie je me met het gouddraad en dan die charm eraan, of ik dat leuk vind. Ja, dat vind ik leuk. Dus dan begint het plakken. Nu plak ik dit allemaal met heel sterk tape. Het heet, kan ik het lezen? Soekang of zo. Soekheng. Nou, zoiets in ieder geval. Dit doe ik omdat het de voorkant van het album is. Dus het heeft de komende maand, anderhalve maand zelfs, echt wel wat te verduren. Want elke keer pak je hem en toch raak je de voorkant aan. Open, dicht, hoe ze erin, hoe ze eruit. Dus daar ben je, ja, het heeft wel gewoon stevigheid nodig. De doily doe ik wel gewoon vastplakken met mijn Scott Adhesive. Waarom? Geen idee eigenlijk. En hier plak ik de bruine strook vast. En daar laat ik een stukje aan de bovenkant vrij. Omdat ik natuurlijk nu eigenlijk tekort had, besluit ik om die strook gewoon aan de bovenkant te laten uitsteken. En aan de onderkant past die wel in binnen de huisjes. En ik maak iets later, zul je dat zien, daar dan nog een tag van zo meteen. Dan komt de volgende laag. Dat is de laag met de kerstbomen. Die plak ik eerst te hoog. En toen was ik eerst geschrokken, want ik was bang dat ik hem niet meer af zou krijgen. Dus hier zie je dat. Maar ik had nog niet zo gewreven dat die echt niet meer los kon. Dus dat was fijn. Dus die zitten vast. En dan komt eigenlijk het laatste laagje van de basis. Dat is tot hier. En die heeft het beertje natuurlijk al op zich. Dat had ik al wel vastgeplakt, dat beertje. Dus hier is eigenlijk mijn basis klaar. Hier besluit ik dat ik er een tag van wil. Die doe ik eerst, wilde ik die op het oog doen. Maar ik heb inmiddels geleerd dat uit het
vanuit het oog een tag knippen eigenlijk er altijd voor zorgt dat die tag scheef is. Althans dat die hoekjes niet gelijk zijn. En dat vind ik toch wel zeker voor de voorkant van het album wel een belangrijk iets. Dus ik gebruik als basis een tag die ik op de Creadoo had gekocht. En maak met mijn gaatjespons er een gaatje in. En nu ga ik mijn draad met pailletjes vastleggen. Voor de oplettende kijker was er tot nu toe nog geen washi tape in beeld geweest. Nu ga ik ook alvast verklappen dat dat sowieso niet op de voorkant van mijn album komt te zitten. Maar toch heb ik washi tape gebruikt. Want ik plak hiermee, zoals je ziet, de achterkant vast van het draadje. En eerst had ik hem één keer, toen dacht ik, oh, misschien is het wel leuk om twee van die randjes naast elkaar te doen. En dat vond ik er zeker ook heel leuk uitzien. Dus ik besluit om een dubbele rand te doen van de pailletjes. En ze verder ook niet vast te plakken. Dus ik zit hier nu naast mij ligt het album. Ik kan het nog steeds gewoon heen en weer bewegen. De charm heb ik er inmiddels aan gedaan. Dat heb ik aan de bovenste geklikt. Dat ik dan net dat iets meer leuk vind. Dat je dat er dat die bow zo meteen ook een stukje over het glittertape heen gaat. Of het glitter pailletjes randje heen gaat. En dan ga ik kijken wat ik er nog meer op wil. In ieder geval iets van een titel. Er moet 2017 moet er opkomen. Dus dat is het. Dus ik ga hier eerst even door mijn Word die-cuts heen. Die liggen allemaal in dat lange bakje waar je ook nog nu de woordjes ziet liggen. En daar pak ik eerst document en stories. Maar dat vond ik toch, ja, ik weet niet. De workshop die ik volg van Scrap Delight, die heet natuurlijk wel December Stories. Maar document stories vond ik dan weer een beetje gek. December was niet echt in een groot woord. Dus die vond ik er ook niet echt bij passen. En daarnaast ga ik eigenlijk toch wel heel erg mijn eigen plan volgen. Want er is nu nog helemaal niks bekend verder van de workshop. Die gebruik ik meer om nog wat inspiratie op te doen. Met de spullen die natuurlijk in de kit zitten. Maar ik kan zelf ook heel goed bedenken wat ik wel en niet wil. Dus ik maak ervan document moments. Ook eigenlijk omdat ik natuurlijk momenten ga vastleggen. Mijn plan voor dit album is niet om elke dag een foto te maken. Maar eigenlijk ervoor te zorgen dat ik 31 verschillende verhalen ga vastleggen. Dingen die gebeuren deze maand. Of misschien al wel nu in november. Bijvoorbeeld volgende week zaterdag gaan we naar de Christmas Fair in Kasteel De Haar. Ja, dat is iets wat ik wel echt bij mijn decemberalbum vind passen. Dus ook al is dat al op de 24ste geloof ik dat we gaan. Ga ik dat ook wel een verhaal geven in mijn decemberalbum. Dus dat maakt me eigenlijk dan niet zoveel uit. Als het maar 31 momenten zijn die mij aan kerst, de tijd, het samen zijn, dat soort dingen doen denken. Ondertussen heb ik ook 2017 met het gouden December Stories alfabet opgeplakt. Ik heb het woordje december van de rubberen dingetjes geplakt. Die zit naast het beertje is die gekomen. En hier zie je me de charm vastplakken. En die plak ik eerst een beetje te laag. En dan wil ik hem eigenlijk nog iets hoger hebben, zodat hij iets meer beweegt. En dan nog iets meer richting document moments. Maar dat lukt allemaal. En dan is eigenlijk mijn voorkant zo goed als af. Nog 2 minuutjes te gaan, zie ik op de film. In ieder geval ga ik hem zo nog op mijn album plakken. En ik ben hier nog even aan het zoeken of ik er nog iets bij wil. Maar daarmee wordt het eigenlijk meteen te druk. Deze sterren zitten trouwens niet in de kit, maar die kwam ik gisteren toen ik bij Scrap Delight was. Ik maak dit album al op zondag. Wel er nog bij gekocht, omdat ik het er wel bij vond passen. Dus die plak ik hier nog vast. Ik doe er nog 2 andere puffy stickers bij, een roze en een gouden. En dan zit ik hier nog met zo van die paperclips. Moet nog maar even goed gaan bedenken wat ik daarmee ga doen. En toen kwam ik tot de ontdekking dat het woordje december nog niet vast zat. Dus die blijm ik hier nog even op het kaartje. En dan is die klaar, denk ik. Eigenlijk een soort mini layout gemaakt. Een mini scrap layout. Zonder foto. Althans, het beertje is dan misschien wel mijn foto. En ik vind het ook gewoon echt heel leuk om layouts te maken. Dus dat zal ik ook wel in dit album ook meer en meer proberen te doen. Hier zie je me nog het begin zoeken van het touwtje. Daar ben ik wel even mee zoet. Ondertussen kan ik mooi nog even wat dingen vertellen. Ik ga dit touwtje zo meteen vastmaken in mijn tag. En dan ga ik mijn voorkant vastplakken.
op het album. En dan is eigenlijk mijn eerste stukje van december is dan af. Mijn plan heb ik inmiddels een beetje gesmeed. Ik heb bedacht om geen typemachine nu te kopen. Ik ging eigenlijk nadenken, wat ga ik ermee doen straks na december? Ik denk weinig. En dan vind ik gewoon het geld het niet waard. Ik heb wel ook nagedacht om een op Marktplaats te bestellen. Maar ook dat denk ik, ja, als ik hem dan wil ik hem eigenlijk gewoon van We Are Memory Keepers. Zodat ik alles er doorheen kan doen. En hij ook gewoon echt wel van goede kwaliteit is. Maar niet nu. Dus ik ga werken met de Hidden Journaling, heb ik bedacht. Verder ga ik wel echt proberen om dagelijks een filmpje op YouTube te posten. Al beloof ik bij voorbaat niks. Ik kan niet bedenken hoe de maand gaat lopen. Het plan is het nu. Maar ik weet niet hoe het straks in het echt gaat zijn. Het zal wel zo zijn dat ik 1 of 2 dagen achter zal lopen met mijn nummering. Dus dat het bijvoorbeeld al 5 december is. Maar jullie het filmpje van nummer 2 krijgen. Want ik werk niet op data zoals ik net al uitlegde. Ik werk met momenten. Dus dat kan een beetje verschillen. Verder wil ik jullie vooral bedanken nu voor het kijken. Hoop ik dat je met plezier de komende tijd mij wilt volgen. Abonneer je dan vooral op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende keer. Doeg!